Wow, dat is echt heel cool. Ik wil wel een bruine met een zwarte. Ja, hij is bruin. Jongens, we hebben een paard. Het is officieel. Nou, daar staat hij dan. Mijn eigen villager in zijn eigen kraampie. Efficiency 5 boekje. Hoppakee, van de villager. Ik ben zo blij hiermee. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn wij wedergekeerd in het prachtige contentveenwereldje. Hallo zon. Ik heb te lang in de zon gekeken, jongens. Ik heb een hele kleine lichte shaders aangedaan. Ik weet dat jullie er niet echt heel erg van houden, maar deze lijkt bijna op de normale default. Het enige wat er toevoegt, default, is dat er wat schaduw aan toegevoegd wordt. Ik vind dat gewoon oprecht mooi. Dat is het enige. Oh ja, en bewegende blaadjes. Voor de rest geen rare belichting, andere dingen en weet ik veel wat voor problemen allemaal. Het ziet er gewoon net wat soepeler uit. En ik vind het echt heel mooi. Vind je het nou niet mooi? Stik er dan in. Nee, grapje. Abonneer maar gewoon. Stik er niet in. Doe alsjeblieft. Niet stikken. Het is op het moment 11:00 PM. En ik dacht, weet je wat, laat ik even een begin maken aan mijn opname. En misschien een klein stukje van mijn kasteel bouwen. Misschien de outline even neerzetten. Misschien wat voorbereiding doen. En dan ga ik morgen verder. Voor jullie gebeurt het allemaal letterlijk in dezelfde episode. Maak je geen zorgen. En ik ben eigenlijk een beetje bang om te beginnen met mijn kasteeltje. Want ik zit er al een beetje de hele tijd tegenop te kijken. Nou, tegenop te kijken. Ik heb zin in, maar ik ben ook bang, want ja, het is zo ontzettend groot en het kan zo goed gaan, maar het kan ook zo fout gaan. En ik dacht, laat ik nou mijn ingang gewoon als eerste neerzetten en die doe ik daadwerkelijk hier. Dan kan je gewoon doorlopen zo. Hier komt mijn ingang, hier komt een pad, zodat hierheen loopt en dan vervolgens ook hierheen gaat. En dat is dan overkapt, dat staat tegen het kasteel aan en hier loopt het ook zo door en dan kan je hier een soort tuintje hebben, misschien met gras. Ik weet het niet! Vind jij Content Veen nou ook zo leuk? Abonneer dan zeker even. Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. En dan ben je enorm cool. Kom op. Even doen. Even abonneren. En bij 3000 likes op deze video geef ik een poging 2 aan de mansion. En bij 3000 likes op deze video hack ik Royalistic's Minecraft account. Maar dat is voor nu niet heel belangrijk. Laat ik, wat ik al eerder zei, een beginnetje maken eraan. En ik ga niet weer met pilaren werken. Ik wil een beetje anders gaan doen. Dus misschien een beetje zoals dit, I guess. Een beetje zoals dat. Hoe breed is dat? Dat is 5 breed. Hallo. Halleluja, dat is gewoon 5 breed. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga een beetje met torentjes werken en met andere dingetjes. Zodat het terugkomt wat ik al eerder heb gedaan, weet je? Dus hier ook. 1, 2, 3, 4, 5. Hatseflats. En outline maken, ja, dat is leuk en dat is moeilijk. Oeh, dit komt wel perfect uit als ik dan hier ook weer zo doe. En dan hier gewoon dit gooi. Ja, oké, dat is leuk. Dat gaat er leuk uitzien. Zal ik dan hier weer een torentje doen? 1, 2, 3, 4, 5. Dat je er dan helemaal langs kan lopen. Ja, nee, dan gaat het te klein zijn, het kasteel. Ik denk dat ik gewoon zo moet gaan doen. Dan is het een beetje symmetrisch nog hier allemaal. En dan stopt het hier gewoon. En dan bouw ik hier gewoon precies aan het randje. Dat gaat er gewoon prima uitzien. Ik denk dat ik het, nu ik het zo hier zie, wil ik het aan deze kant wel gelijk een muur hebben. Dat je niet en naar links en naar rechts kan, maar gewoon één kant op kan. En dat je de enige manier om daar te komen is door het gebouw heen. Dus dan heb je één torentje hier rechts, zo. En dan links geen torentje. Althans, misschien kan nog wel een torentje worden, maar anders. Mijn vorm is denk ik af. Het is een hele rare, gewaagde vorm. Ik kan het niet echt exact jullie laten zien. Maar er zijn een aantal open plekjes zoals hier waar je kan lopen buiten het kasteel. Dit heb ik vierkant gemaakt, zodat ik hier een soort vierkant torenblok kan hebben. Hier is ook weer een buitenstukje leuk, waar je zo door kan lopen naar wat is het? Ja, het torentje hier. Dan heb ik dit verder dicht gemaakt. Hier wil ik namelijk een blok maken met daarop een hoge toren. En hier heb ik ook weer een open ruimtetje. En dit is lekker het privé ruimtetje hierachter, waar je lekker kan chillen en zo. Hier ga ik ook een leuk grasveldje maken, denk ik. En dan heb je best wel een mooi uitzicht op de berg daar. Ja, het begint er goed uit te zien, hè? Gaan we even een ingang maken. Ik begin nu eventjes met stone brick gewoon. En daarna ga ik weer, zoals gewoonlijk, alle leuke details eraan toevoegen. Moet ik wel op tijd mee beginnen, anders gaat het te moeilijke taak worden om het af te maken. Maar dat komt wel goed. Hier komt ook een veel te leuke deur in. Gewoon dan denk je, oh, waarom gebruik je nou helemaal hout? Wat doe je nou? Stop. Maar ik denk, als ik dit gewoon lekker strip zo, en dan in het midden gewoon een dubbele deur doe, of misschien trapdoors of zo. Ja, kijk, dan ziet het er gewoon wel leuk uit. Zover. Nog niet helemaal, maar het is experimenteel. Het is een experiment. Zo is het denk ik wel leuk voor nu eventjes. Zo is het gewoon duidelijk voor mensen dat hier de ingang komt. Ben maar gelijk begonnen met het cobblestone. Wat ik al zei, anders wordt het te veel moeite om het gewoon nog normaal te kunnen aanpassen als ik daar later mee begin. Oftewel, ik ben al helemaal een rondje gegaan. En kijk, er zit overal een leuk cobblestone tussen. Nu nog mooi bij de poort hier. Hoppakee. Dit gaat echt veel meer werk worden dan verwacht. En uiteindelijk toch maar voor een iets kleinere deur gegaan. Overigens is dit gedeelte ook omhoog gebouwd al. En hij is helemaal af. Dankjewel voor het kijken.
Prank. Max, ja. Kom je zo mijn draak zien? On my way right now. Ik kom er nu aan. Alright, René zegt dat ze een... Oh, daar is ze! Ja, ze shift naar me. Oh! De René. Oh, wat zijn neus is dood. Wow. Dat is echt heel cool. René heeft de voice chat uitstaan. Maar wow. Ze is er nog druk mee bezig. Dat zie je ook aan de scaffolding. Maar oh my days. Wat is deze draak al cool. Holy crap, man. Leuk met de boomhutjes erbij. Hier en dan zo'n coole drakenkop. Ik ben wederom mijn deur aan het weghalen. Omdat er toch weer iets niet klopt. Het blijft echt een heel gedoe de hele tijd. Hij zit zeg maar tegelijk met die toren. Als ik een beetje naar mijn oude toren kijk. Dan hoort hij helemaal niet tegelijk te zijn met die toren. Oftewel, er klopt iets niet. Nou, ik heb al een goed begin gemaakt. Vind ik zelf met een leuk raampje erin. Ook aan de andere kant hier hetzelfde weer op. Waardoor daar een platform komt. En daarop weer nog hoger gebouwd gaat worden. Je denkt, wow, het is vet veel. Of je denkt, wow, het is vet weinig. Maar in ieder geval, het komt erop neer. Het is vet weinig als je het vanaf deze kant bekijkt. Dus even te kijken hoe ik het nu hier ga doen. En hoe breed het is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 die heeft een midden. Dus dat is wel een voordeel die ik ga benutten. Ik ga gewoon weer lekker verder bouwen. En dan zien jullie vanzelf telkens de progressie. Het is wel echt cool als dit op een gegeven moment af is. Ik krijg nu al een beetje de vibe van dat ik in een mega kasteel ga wonen. Nu ik dit zo gebouwd heb. En man, daar heb ik echt zin in. Dat mensen hier gewoon aankomen en denken. Wow. Het wordt maar groter en groter, jongens. Ik ben lekker een beetje aan het bouwen. Maar het is inmiddels al 12:15. We zijn al bijna 1,5 uur verder sinds dat ik deze opname ben begonnen. Wel met heel veel progressie. Dat vind ik wel heel fijn. We zijn bijna op de helft met een soort van de onderste verdieping of zo. Ik denk dat het een beetje de onderste verdieping is. Alleen ik weet niet in hoeveel lagen dit allemaal gaat zijn. En ik ben maar een beetje wat aan het doen. En ik hoop echt dat het er goed uit gaat zien. Oh. Nou, vind je het er nou al leuk uitzien? Laat het dan zeker even weten in de reacties. Ik ben er nog druk mee bezig hoor. Dingen zoals dat weet ik allemaal nog niet zeker. Er zijn al hele grote gaten in mijn muren. Ik denk dat ik daar even sowieso wat minder grote gaten van ga maken. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik bedenk me nu jongens. Ik ben hier lekker aan het bouwen zo. Maar ik heb helemaal geen water. Oftewel, ik heb even iemand gevraagd of je wat water hier voor me beneden kan plaatsen. Ik weet niet. Oh, Jordi wil wel komen. In mijn base. Hoppakee. Ik ben hier een vet hoge toren aan het maken. Dan denk je van, waarom zo'n grote vierkanten? Maar hier ga ik nog een beetje vorm in brengen. Hier ook. En dan bovenop wordt hij ook weer dikker uiteindelijk. Dus het gaat wel leuk worden. Het is een hele gevaarlijke taak om je bovenop te bouwen. Alleen mijn blokken zijn op, dus ik moet nu wel even gaan improviseren. En dat is op deze manier ouw. Maar dan kan ik daarna wel gelijk die scaffolding gebruiken om naar boven te bouwen. Oh mijn god, mijn steen is bijna op. Oeh. Het kost ook wel ontzettend veel steen hoor, jongens. Alright, jongens, het is 12:15 s'nachts. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik denk dat het veel progressie is geweest, toch in deze avond eventjes. Er is hier een hele grote muur ontstaan, die ik jullie nog niet heb laten zien. Hierin komt denk ik nog iets meer detail. Dat is wel logisch. Logisch natuurlijk, maar ik had eerst de muur nodig. Want dit wordt namelijk een hoog blok. Misschien dat ik hem, nu ik hem zo zie, niet hoog genoeg gemaakt. Nou, nah, dit is wel hoog genoeg. Want hier, hij wordt hier nog hoger en daar komen nog torentjes. Het wordt echt heel leuk. Het wordt echt heel leuk. Ziet er al mooi uit vanaf deze kant. Kan ook nog heel eventjes vanaf daar bekijken. Vanaf hier ziet het er nog wel echt kaal uit. Maar dat is omdat ik ook echt totaal geen detaillering aan deze kant heb gedaan. Dus dat komt nog helemaal goed, jongens. Geen zorgen. Hè, geen zorgen. Voor nu, slaap lekker, jongens. En ik zie jullie op een nieuwe dag. En een hele goede morgen. Wij keren terug in een nieuwe dag op Content Veen. Ik heb dezelfde sweater aan, dus het voelt voor jullie misschien niet als een hele nieuwe dag. Maar het is inmiddels gewoon weer 12:00 ochtends of 's middags eigenlijk. Ik ben samen online hier met Justin. En hij zei dat hij wat oakhout nodig had. En ik denk, weet je wat, mijn steen is weer bijna op. En ik wil eigenlijk nog steeds een paard. Dus like de video. Like de video. Nou, ik dacht, ik ga even op bezoek bij hem. Even kijken of we een beetje kunnen onderhandelen. Dan mag hij wat mij betreft al mijn oakhout hebben. Ook al is het maar 55. 50. Laten we gelijk even die kant op gaan. Hey. Hallo? Je stond al bij de deur te wachten op me. Hey, jongeman. Dat ben ik. Kom jij eens mee. Kom jij eens mee naar mijn basis hier. Ik moet jou wat laten zien. Hè. Welkom. Kom. Hey, wat heb je gedaan? Wat is dit? Ja, dat was de muur, denk ik. Oh, je bent begonnen met het design voor de muur. Ja. Kijk, ik heb een hele mooie kaarsjes aan het met zo'n kandelaatje dingetje. Oh, dat is echt heel cool. Dat is serieus echt heel cool. Hey, ik heb voor jou 55 ook hout. Ik wil daar twee dingen voor terug. Klein beetje steen. En Rick, Bram en Olaf zijn hier online. We gaan een paard stelen. Ik wil een paard. Deal. Oké, deal. 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Hoppakee, dankjewel. En dan heb ik ook een cadeautje voor jou. En een cadeautje. Alsjeblieft. Oh,
Is dat een stek? Oké, en snel paard halen. Let's go. We gaan een paard stelen. En het is nooit gebeurd, hè? Dit is nooit gebeurd. Let's go. Hoe laten we ze denken dat er niks is gebeurd? Ja. Wat nou als ze die paarden laten breeden? We laten de paarden breeden, waardoor hun babytjes. Tegen de tijd dat ze terug zijn, is die baby opgegroeid. En dan brengen we de armor ook terug en zo. Ja, dat vind ik een goeie. Oké, wat nou als jij een ezel stilt? Dus dan breed je de twee. Waarmee breed je dat dingen? Gewoon met appels of hooi, toch? Wacht, ik heb hooi. Eten! Appeltjes. Nee. Appeltjes. Oké, okay, ik ga appeltjes halen. Niet? Hebben ze appeltjes opgegeten? Toen niet. Wacht, ik ga ook even kijken bij de paarden. Oké, jongens. Wat een drukte. Als ik nou jou met jou... Ze doen niks! Ze hebben appeltjes opgegeten! Misschien zijn het gouden wortels. Leuk. Volgens mij is dat het, of niet? Gouden wortels? Wat zijn dit voor fancy paarden? Maurits, worteltjes. Waar kunnen we die vinden? Ik hier. Ja! Echt? Ja! Oeh! Oké, we hebben er 1, 2, 3 nodig. Oh, we er al, ja, we hebben er al één. Ja. We hebben er al één. Ja, okay. En doen we zo. Jij gaat dan? Gaan we gaan bij jou. Kijk zacht in. Voorden. Maurits, we lenen eventjes wat goud van je hoor. Dit krijgt hij terug. Hier, en dan kan ik hiervan gewoon weer de gouden dinges. Hier. Ja. We hebben nooit goud gestolen, Maurits. Niks aan de hand. Het is een beacon. Jij bent een beacon. Oké, hier. Voor je ezels, twee, dan ga ik paard stelen. Wie gaan wij eens eventjes... Even denken hoor. Ik wil wel een bruine met een zwarte. Hij ontsnapt. Hoppakee. Kom maar jongens, kom maar. Ja! Hij is bruin! Oftewel, dan moet ik een bruine stelen. Oké, dan steel ik deze. Hij heeft geen zadel. Oké, ik heb er één. Nee, Rick zeg ik ook echt. Justin. Ik heb er één. Nu kun je er ook één stelen. Wat is er gebeurd? Nee? Ik heb geen zadel. Ja, maar dan pak je er eentje. Kijk, daar is er eentje met zadel. Dan stelen we er één. Brengen we daarna het zadel en dingen terug. Zetten we op paard. Zullen ze nooit iets doorhebben, snap je? Want we een nieuwe gebreed hebben. Ja, dit is slim, hè? Dit is slim. Tot ze de video zien. Sorry, Rick. Sorry, Bram. Er staat daar letterlijk een nieuwe ezel. Justin, er staat hier letterlijk een ezel. Kijk nou. Oh, deze heeft veel meer handjes dan deze. Echt? Deze. Ja. Zo. Die is nu van jou. Hey. En die ezel dan, die is van dinges. Ja, maar die stond er al een. Ja, die stond er al een. En dat ze zullen het verschil nooit merken. Jongens, we hebben een paard. Het is officieel. Het is officieel. Ik moet wel helaas armor afnemen. En zijn dinges, want dat is van Kingdom Forden. Maar je bent van mij. Weet je wat? Terwijl ik deze armor meeneem, ga ik ook een extra cadeautje voor ze achterlaten. Dat ik hem technisch gezien gekocht heb. Wat zouden ze nou heel graag willen? Hier, ze krijgen een halve stek koperen munten van me. Ik heb 32 koperen munten voor hem betaald. In de tussentijd heb ik ook nog een mending boekje. En daar wil ik eigenlijk even op mijn pickaxe wil ik ook mending zetten. Dat kost toch maar 3 levels. Hoppakee, op de brandbreker. Nu moet nog een breaking een efficiency drop en dan ben ik helemaal blij. Hoe gaan we jou noemen? Hoe gaan we jou noemen eigenlijk? Ik vind een mooie naam Kwast. Want je staartje lijkt op een kwast. Hey, hallo. Hey, Kwast. Ik wist niet dat je er hier uit kon. Terug, terug. Hoppakee. Dat gaan we eens even niet doen, hè. Hij ontsnapt gewoon. Dat is het eerste wat hij doet, is ontsnappen. Heb ik zo'n mooi hok gebouwd. Ah, Kwast. Probeer er nu maar eens uit te komen, hè. Ja, geen vrijheid meer voor jou. Mijn beste vriend, Kwast. Ik heb een nametag nodig. Ik heb een nametag nodig en dan ga ik hem Kwast noemen. Net zoals jouw Dikkie Dik. Weet je, jij moet een hockey hebben, hè? Je hebt een eigen huisje nodig. Maar laten we eerst even de cobblestone snel wegstoppen. Dat kan dan omsmelten naar normaal steen. En dan gaan we alles even terugbrengen nu naar Kingdom Forden. Inclusief de 32 koperen munten. Is dit een mix van een paard en een ezel? Huh? Dat is weird. Nou, hier, op deze bruine hier dan doen we de Golden Horse Armor en het zadel. Alsof hij nooit is gestolen. Deze baby zal opgroeien tot een normaal groot paard. En dan zullen ze het nooit doorhebben. Maar wederom. Kijk, zo schijnt mijn video. Dus sorry Bram, sorry Rick en sorry Olaf, maar Kwast is van mij. Ik zal zelfs een kistje voor ze neerzetten. 32 koperen munten voor Kwast. Zou wel goed zijn. Oh, er staat 23 op het bordje, maar stopt er 32 in. Ik heb verkeerd getypt, jongens. Jullie hebben het allemaal gezien, sorry. Ik heb eerst zich gevraagd of je het aan kan passen. Jullie zullen wel comments achterlaten. En dan later, na die comments achterlaten, dit moment zien dat ik het zelf al door had. En dan ga je stiekem je comment aanpassen, dat na iets anders. Nu vind ik het wel een keer tijd om die villager even aan het werk te zetten. Want jemig, jemig. Wat heb ik weinig aan om zo. Als hij gewoon de hele tijd staat te staan. Wel een beetje werk voor zijn geld, hè? Ook al betaal ik hem niet. Zo, een lectern. Waar zullen we jou eens neerzetten, jongeman? Ik heb ineens een heel leuk idee. Wat nou als ik die villager bij wijze van in een marktkraampje zet. Waar hij niet uit kan. En dan is het daadwerkelijk niet alleen een siermarktkraampje. Maar dan kan ik er ook gewoon dingen kopen van die villager. Ik denk, dat is oprecht wel een leuk idee, toch? En toen besefte ik, ja, dan heb ik wol nodig. Maar kijk eens wat de beste Justin mij nou net gegeven had. Gewoon, die had 64 wol gegeven. Maar dan heb ik kleurtjes nodig om het een beetje, ja, variatie te geven. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Ik heb één keer zo'n grote red poppy nodig en that's enough. Zoals ik al zei, dat wil wel goed komen. Ik heb inmiddels 23 red dye. Dan maken we dat gelijk even allemaal op.
Hoppakee. Nou, laten we er echt daadwerkelijk opmaken. Zo, 23 rode wol en 41 witte wol. Kan ik daar een leuk kraampje van maken? Dan ga ik wel hout bij gebruiken. Maar dat ligt natuurlijk hier buiten in mijn kasteeltje. Waar ga ik die plaatsen? Ik denk dat dit wel een leuke plek is. Hier gewoon. Het is echt een heel simpel kraampje, jongens. Ik had helemaal geen zin om vet bijzonder te gaan doen met allemaal andere meuk en zo. Ik wil er zelf eigenlijk ook niet in kunnen, als het ware. Zo, hij is nu verschillende kleuren. Als ik nou zo doe. Kijk, dit is toch leuk? Dit ziet toch gezellig uit. En als ik hier nou een villager in doe, komt hij er ook niet uit. Zit hij letterlijk gewoon opgesloten. Lig je erin. Twee cells zo. Justin zegt, Max, help. Hoezo? Doen we er nog even een vloertje bij. Hoppakee. Ik zit vast in Nether. Heb één hartje, maar geen eten. Maar als ik hier wegga, ben ik dood door die stinkvarkens. On my way. Ik ga Justin even redden. Hallo? Hoezo? Hij heeft hulp nodig. Waar loopt hij gewoon met Anna? Wat is dit voor scam? Ik zei negatief. Ja, negatief. Wat moet ik met dat houdt negatief in? Negatief. Ik haat je. Ik had één handje. Ik ga je nooit meer helpen. Ik ga even Ik help jou. Ik help Anne wel. There you go. Altijd moet ik helpen. Altijd hetzelfde. You. Altijd hetzelfde gezeur en geneuzel met die Anne en met die Justin, hè. Kan ook nooit eens normaal. Kijk, hier heb ik één kraampje. Origineel wilde ik helemaal geen kraampje hier, maar ik denk, nou, eigenlijk kan het toch gewoon geen kwaad. Als ik hier nou meerdere heb. Als ik al mijn villetjes nou in kraampjes hier leuk doe. Dat ziet er toch gewoon gezellig uit. Doen we er een boekenkastje bij. Hij is leeg, de boekenkast. Dat vind ik dan weer wel jammer. Maar we zetten de boekenkast zetten we op een... Hoppakee, zo, hierop. Een leuke crafting table erbij in de vloer. Oké, en dan nu moet de villager hierheen zien te komen. Ik ga alles afbarricaderen waar hij er origineel uit kan. Dus hier. Ik barricadeer dit gedeelte dat hij niet omhoog kan. Oké, dan kan hij ook tot nu toe gewoon alleen hierheen, hè? Ja. Nou, hierin zal hij niet zo snel doen, denk ik. Nou, meneer villager, laat eens zien wat je kan. Dit is jouw job als het goed is. Nu niet meer. Ja, nu ben je weer kaal. Oeh, waar gaat hij heen? Oeh, zijn avontuur is begonnen, jongens. Zijn avontuur is begonnen. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Ik heb een leuke baan voor je hier in een marktkraampje. Kom anders daar even kijken. Ja. Ja, ja, hij heeft selecte man. Boom, dit vind ik amazing. Oh, en hij komt hier ook gewoon niet uit. Dit is gewoon mijn villager die hier werkt nu. Nou, daar staat hij dan. Mijn eigen villager in zijn eigen kraampje. Ik denk dat ik nog even wat details misschien eraan toe ga voegen. Maar dit vind ik zo leuk, hè. En nu moet ik, enige wat ik nu moet doen is trouwens even een goede baan voor hem regelen. Nee, we gaan er niet uit. Je blijft hier. Ik ga nu gewoon dit telkens voor je weghalen. Terugplaatsen en dan ga je goede deals geven. Ik hoop stiekem op de efficiency 5 deal eventjes. Dat is de enige die ik hoef. Gewoon even goede efficiency. Of misschien Unbreaking 3, dat kan ook. Eén van de twee. Mending, ja, maar die heb ik al, knaap. Hey, had ik jou trouwens niet omgetoverd van zombie naar normaal beest? En wat geef je mij voor poepdeals? Efficiency 5! Ja! Oh, dat is echt de beste deal ooit. Laat ik snel even kijken of ik wat dingetjes heb. Nee. Jij blijft. Emeralds. Ik heb emeralds nu nodig. Heb ik genoeg? 7 emeralds. Dat is niet genoeg. Oh, maar ik kan met papier emeralds regelen. Oké, dat gaan we gelijk even doen, want ik heb best wel veel sugarcane. Inmiddels, elke keer als ik er langs loop, hak ik er gewoon een paar. Dus, op het moment, as we speak, heb ik 37 plus een stack. Nou, ik denk dat dit alleen al genoeg gaat zijn. Nee, dit gaat niet genoeg zijn. Laat ik die halve stack hiervan ook opmaken. Zo, hiervan gaan we wat emeralds vragen van die villager. Kom eens hier, meneer. 1, 2, 3. Oké, dan 10. Huh? Oh mijn god, ik kom het net tekort. Ik kom één stink papiertje tekort. Maar dat is niet waar trouwens. Ik kom een paar papiertjes tekort. Ik kom één emerald kom ik tekort. Nou, dan maak ik het sugarcane maar op. Prima. Kom op, meneer. Hé, licht XP. Ja, kom op, jongeman. Gun mij. Hatseflats. Hatseflats. Oeh, en hij gaat gelijk upgraden. Wat krijgen we nog meer? Oeh. Wat ga je me nog meer geven voor deals? Oh, poepdeals. Het zijn daadwerkelijk poepdeals. Maar goed, één efficiency 5 boekje. Hoppakee, van de villager. Ik ben zo blij hiermee. We hebben onze eigen villager met onze eigen boekjes en allemaal andere meuk. Efficiency 5, dus kunnen we nu gewoon echt snel hakken met mijn eigen pickaxe. De brandbreker. Kost 8 levels. Nou, ik heb er genoeg. Het enige wat ik nu nog nodig heb is de unbreaking erop. En dan ben ik helemaal settled met die pickaxe. Dat is echt... De rest vind ik niet zo heel interessant op de enchanten. Gaan we natuurlijk wel doen. Overigens vind ik de axe en de shovel ook wel heel... Het zwaard boeit me net zo heel veel. Maar de brandbreker is nu helemaal gewoon... Oh, mwah. Dankjewel, villager. Hoe gaan we hem noemen? Ze hebben allemaal namen nodig. Laten we even science er toevoegen. Hoppakee, efficiency 5. Laten we dat dan ook aan deze kant doen. Papier... En boeken, I guess. Zo, even kijken hoor. Dan ga ik het pad natuurlijk nog mooi maken. Dus daar moet je even niet op letten op dat dirtblokje. Maar heb ik glow inked sacks? Ja, die heb ik zeker. Dus we kunnen hem gelijk laten shinen. Waardoor het er even iets fancier uitziet allemaal. Zoals dit. Hoppakee, hoppakee. Ja, dit is toch amazing jongens. Dit is gewoon goeie toeën. Mijn eigen villager, mijn eigen leuke ruimte waar ik die dingen verkoop. Die boekenkast vind ik jammer dat die leeg staat. Dat snap ik niet helemaal. Waarom het een lege boekenkast is. Maar voor de rest het zal allemaal wel. Hier kan ik ook nog twee kraampjes maken. En hier nog één. En dan heb ik 4.
4 kraampjes, 4 villetjes. En ik kan altijd villetjes erbij zetten, hè, jongens. Dat ik gewoon 2 villetjes in 1 kraampje heb staan. En nu zit Dikkie gezellig alleen. Heb jij een hokje nodig? Dat is een ja, denk ik. Ik ga proberen een huisje voor je te maken. Ik heb wel denk ik een leuk idee. Ik vind dat hij een hele leuke plek heeft hier bij mijn ingang. Hij heeft een klein hokje hier. Hij heeft een kleine krabpaal erbij. Ga maar iets verder in je hokje, Dikkie Dik. Zo. Maar dat wil je niet. Misschien dat ik je dat zo even. Ja, hoppakee. Zo. Dikkie Dik zit lekker in zijn holletje buiten of in zijn hokje. Krabpaaltje erbij. Heeft hij genoeg plezier? Als ik nog een kat erbij krijg, dan zorg ik dat hij in de krabpaal gaat zitten. Dan snap je ook misschien wat meer dat het de krabpaal is. Laat ik eventjes dit gedeelte afmaken daar en dan dit gedeelte hier. Dan hebben we in principe de eerste hoogtelaag af. Dan kan ik er een verdieping op gaan plaatsen. Althans, het gaat niet helemaal één verdieping worden, één geheel. Het wordt een beetje een rotzootje. Maar wel een mooi rotzootje, denk ik. Ik ga gewoon even verder en dan zien jullie het vanzelf wel. Want ik heb nog ook dat steen van Justin natuurlijk. Ging ik omsmelten. Ja, dit heb ik nu gelijk nodig. Cobblestone heb ik op zich nog wel genoeg. Als jullie zo mijn kisten kijken. Hier, genoeg cobblestone, maar het steen. Ik heb meer steen gehad ooit. Alright, jongens, hij is klaar. Ik heb van alles weer gedaan. Ik heb allemaal dingetjes geüpdate en zo. Ik ga het even zorgvuldig aan jullie laten zien. Ten eerste, mijn pickaxe is ook bijna stuk. Dus daar moet ik echt even mee oppassen. Ik heb hier even wat hout toegevoegd in de muur. Zodat er wat details aan zitten. Ik heb hier wat ramen toegevoegd. Ik heb hier bij dat kleine ding geplaatst van de toren. Heb ik daar vast een dak geplaatst. Dat ziet er dan zo uit. Waardoor het hier al gewoon vast afgesloten is. Dat er een beetje verschillende hoogtes en lagen in zitten. Ramen en zo moeten er allemaal nog in komen. Maar ik vind het er wel al leuk uitzien. Dan heb ik ook deze kant heb ik weer toegevoegd. Althans, daar aan het einde. Maar dat loopt nu zo door dat muurtje. En er zitten daar ook ramen met hout in de muur. Het is wel even hoog hier, maar ik denk dat ik het daar gewoon nu nog hoger wil gaan maken. Maar dat komt al goed als het ware. Dat komt al genoeg hoogteverschil in, jongens. De toren hier is nog niet aangepast. Die is nog best wel kaal. Maar hier zit er ook gewoon een leuk ingangje. Hier moet eigenlijk ook nog even raampjes. Die kan ik snel wel toevoegen. Zo, hoppakee. Dat ziet er al een stukje beter uit. Nou, ik ben er tevreden mee, jongens. Het is een mega kasteel in één keer in één aflevering erbij, als het ware. Maar progressie is progressie. Robin staat er bij mijn kat. Miauw. Miauw. Ben je nou een serieuze kat aan het nadoen? Weet je wat? Je mag mijn outro doen. Kom maar, Robin. In het zonnetje. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Robin gaat de outro van mijn video doen. Dus geniet ervan, I guess. Abonneren en reageren. Doe je zo. Doe je zo. Doe je zo. Abonneren en reageren. Doe je zo. Als de zon gaat schijnen. Daar!